24. 90 jaar. Is geworden jaar. Dan ga ik je zo mee helpen. Kunnen we hopelijk gewoon. Door de crisis gewend waren. Bij mij spulletjes. Enkelzoek. Een enkel spul. Kunnen we dus eerst vouwen. Kijk dan. Helemaal dicht zo. Erheen rijden. Leuk! En Luxie staat weer bij de kassa. Een hele goede morgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn er. Bellinga's. Familievloggers en jawel, het is zaterdagochtend. We hebben met z'n vijf op een rij lekker uitgeslapen. We werden ongeveer 7:15 wakker. Ja. Het zou nu al jongens wakker worden, want het is de Kidstop 20. Hebben wij gisteren weer iets terug in de woonkamer gezet. Het oude winkeltje. Die Luan kreeg voor zijn verjaardag toen hij een jaar of 3-4 was. En dan wouden Lucilla en Luxie mee gaan spelen. Oh, goedemorgen meisjes. Is het een stukje van de Bellinga winkeltje alweer geopend? Ja, wou we helpen in de supermarkt. Dat wordt vakken vullen. Zo leuk te zien, hè? Hoe dat ze ook weer zo leuk spelen met het winkeltje. Blij dat we hem niet hebben weggedaan, schat. Nee, we hebben hem bijna weggedaan. Ja, ik heb het toen in de achtertuin gezet. Ik denk dat ding, weet je wel. Een reis misschien een beetje voor verregend, verregend. Gaan jullie de vakken vullen, hè? En als alles klaar is, dan kom ik wel een boodschapje aan. Woes en Pup die slapen ook al, want het is letterlijk en figuurlijk hondenweer. Het heeft heel hard gestormd vannacht. En constant. Hele harde. Ja, hele harde buien, joh. En het rommelt de bommelt met onweer. Dus kijk, zo ziet het eruit. Ja, en daar is Leeuwtje. Leeuwtje Woezel. Hé hey, Woezel, waar kom je slijmen bij baas? Heb je lekker geslapen? En, och, en daar is Pip. Kom maar, Pipje. Oh ja, en daar is Pipje ook slijmen. Kom er maar lekker bij liggen. Lekker bank hangen vandaag, hè? Lekker bank hangen. Is alles goed in de Bellinga supermarkt? Bijna klaar. De pakken zijn bijna gevuld. Oké. Okay. Oh, ik zie nog allemaal etenswaren op de grond liggen. Die moet even mooi op het schap liggen. Of ze eet woezels op. Hap, zegt hij dan. Hap, zegt hij dan. Nee, dat is plastic, hè. Woezel die weet wat echt eten is en wat plastic eten is. Oh, Pipje, kijk ook mee met Leeuwen naar de kids op toen. Oh. Jullie lekker gisteren geborsteld voor het slapen gaan. Zacht vachtje, Lu. Ja. Ik heb alle kliekjes eruit geborsteld. Fijn. Ja, woezeltje ook. Huh? Ja, mijn baas moet jullie alles verzorgen. Dat is mijn taak ook. Hè. Ja. Hij staat er gewoon weer. Luan Bellinga is terug met Cowboy Vet Geweldig. Ja, Luan. Hé, hey, we zijn weer op de nummer 1 door de dankzij de fans. Hé, hey, dus voor stond er op nummer 1, maar toen zeiden de fans van nee. Cowboy moeten opstaan. Hebben de fans weer mega gestemd, Luan? En dan sta je weer op nummer 1 met ons. Nou, dankjewel, lieve fans. Luan maakt samen met zijn moeder ook zijn eerste TikTok. Leuk, Lu. Oh, die fles. Ja, ik voel die bult nog. Ah, in het boshuisje, Lu. Wauw. Heel lief van de fans, hè. Woehoe, Alexie, hè? Ja, hey, Sheriff Luan. Luan Bellinga, Cowboy, vet geweldig nummer 1. Wauw, dankjewel, lieve fans en kids op 20. We zijn een mooie kleurplaat aan het maken. Maar oma Bellinga, want die wordt 90 jaar. Ja. En heel mooi, Luxie. En dat is best wel bijzonder, want oude oma Bellinga, dat is dus de oma van Daniel, die wordt 90 jaar. Maar ja, door de coronacrisis kunnen we dus geen groot feest houden bij oma Bellinga. Nee, dus hebben we net jullie fans een oproepje gedaan op Instagram, dat we allemaal een kaartje gaan sturen. En we gaan het eerste boek aan haar overhandigen, waar mijn vader als man kon zorgen. Haar die mag geven. Die kan.
Zomer Bellinga, gefeliciteerd met uw 90ste. En we hopen dat u alle kaartjes van de fans op 4 mei heeft gewaardeerd. Ja. Wauw, die is mooi. Dit is mijn teken. En deze die is van Lucilla. En ik heb hier ook nog een naam. Je naam ook als je voorkomt. Ja. Oh, mooi liefie. Met hartjes. Is dat oma? Nee, dat ben ik. Oh, dat ben jij. Maar ik wil ook nog oma maken, maar dan lijkt het een beetje nog moeilijk. Oh, dan ga ik jou zo bij helpen. Goed? En Luan, kijk, Luan die heeft een 90 in het midden neergeschreven. Met allemaal vlaggetjes eromheen. Nou, ik denk dat oma daar toch nog heel blij mee is. Want ze is een beetje eenzaam, hè, in het bejaardentehuis. Ja. En ze kan dus geen visite ontvangen, zoals heel veel ouderen natuurlijk. Maar we hopen hiermee toch een beetje onze eigen oma te hebben geholpen. Ja, ja. Gefeliciteerd. En voor alle lieve oude mensen heel veel sterkte te komen. Ja, dat is leuk. Nou, Lucilla. Maar hier... Dat gaat onze oude oma Bellinga leuk vinden, kinderen. Ja? Leuk. Kan oude opa die overhandigen aan oma? Dan kunnen we hopelijk gauw weer gaan zien. Inmiddels zijn we weer een tijdje verder en gaan Luan en ik iets heel erg creatiefs en leuks doen. Want de scholen die zijn, als het goed is, als nu deze vlog online is, weer begonnen. Nou, natuurlijk niet helemaal op de normale manier zoals we voor de coronacrisis gewend waren. Luan en Lucilla gaan straks ook... om en om school, dagen naar school. Dus de ene week 3 dagen, de andere week 2 dagen is het volgens mij. Bepaalde looproutes gaan door school heen. En de klas is door de helft gedeeld. En ja, dan gaan de kinderen ook weer... de data heeft hem al om. Gaan de kinderen ook weer de deur uit. En niet meer alleen maar in huis blijven. En ja, natuurlijk... dan is het wel handig dat je een mondkapje voor de veiligheid hebt. Ja, nou, dat dachten we ook. Dat dachten we dus ook. Dus het is misschien wel leuk om eens een mondkapje te gaan maken. Tot nu toe hebben ze het natuurlijk helemaal niet nodig gehad. En ik zeg ook helemaal niet dat ze het nodig hebben, hoor, als ze naar school gaan. Nee, gewoon voor de leuk. Juist. We vinden het gewoon leuk om ze te gaan kijken. Want we hebben allemaal van die YouTube-filmpjes. Die laten zien hoe je van oude dingen die je in huis hebt, kleren, sokken hebben we nu hier, zelf een mondkapje kan maken. Dus we dachten, wij gaan dat eens proberen. En de eerste is een sok. En met deze sok zou je dus een heel handig mondkapje moeten kunnen maken. En wij gaan dus een poging wagen of ons dat gaat lukken, hè Lu? Ja, okay. Nou, mam, weet je wat erbij stond? Oh. Het mogen geen dikke enkel sokken zijn, dunne. Oké, okay, nou, dus Luan heeft deze sok. We hebben hier nog meer dingetjes, daar gaan we zo meteen eens kijken of we daar wat van kunnen maken. We hebben hier een naaidoos met allemaal naaispulletjes erin. Dit hebben we nu nog niet nodig, want voor de sok hebben we alleen nog maar een schaar nodig. Een schaar en een sok. Dus even kijken, dan heeft mama hier in de naaidoos een schaar. Yeah. Wow, deze is groot. Dat is een stofschaar. Dus daar mag je alleen maar in stof mee knippen. Dus dat is een speciale schaar. Moet je heel voorzichtig mee zijn, hoor. Maar die hebben we nu nog even niet nodig. We gaan eerst even kijken naar het filmpje. Kijk, hier hebben we het filmpje. En hier hebben ze dus een sok. Een enkel sok? Een enkel sok. Die gaan ze zo vouwen. Dus dit gaan we eens even nadoen nu. Zet hem even op stop. Nou. Ze hebben dus zo die... kijk, hoe ligt de sok? De sok ligt. Leg hem eens neer, zoals hij lag. Hij lag zo. Dan vouwen ze dit dubbel. En ik had net al gekeken. Kijk, dan gaan ze dat met een schaar door midden knippen. Zo moet je hem neerleggen. Zo. Zo neerleggen. Dan een scherp. Dat is geen coronanies. Nee. Dat is gewoon een nies van een kriebel in mijn neus. Ik had dat laatst ook, hè. Echt? Toen was ik in de supermarkt. Ging ik ook eens voor de eerste weer boodschappen doen in de supermarkt. En toen moest ik niezen. Ja, ik moest gewoon niezen. En meteen alle mensen om me heen deden meteen zo en liepen meteen bij mij weg. Omdat ze schrokken, oh, dus een coronanies. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Ik bedoel, je moet wel eens gewoon niezen. Dus, maar dat was wel grappig. Had ik ook gedaan, hoor. Als ik iemand had horen niezen, had ik ook even een blokje opgelopen. Maar je weet het nooit natuurlijk, maar ik moest wel een beetje mezelf lachen. Ik, oh ja, het is heel bijzonder als je in dit moment niest. Dan denkt meteen iedereen, oeh, corona. Corona time, hè? Zo slim van dat. Nou, ik vind het nu niet meer zo grappig. Oh, ik heb meer dan 100 meter weg. Het is een TikTok filmpje, hè? It's Corona time. Maar we gaan dus even proberen een mondkapje, voor als mama naar de supermarkt gaat, te gaan maken. Je hebt dus, de sok moet dus zo liggen, vanaf de zijkant. En... Kijk, hier zit een puntje. Hoe zit dat puntje dan? Zo moet je hem dus eerst vouwen. En dan hier moet je hem door midden gaan knippen. Dat gaan we jij doen of ik, moet ik het doen? Jij. Okay. Rechter midden. Oké, rechter midden. Zo hè, zo had ik hem goed hè. Nou, dag sok.
dit stukje. Kijk. Dit stukje. Ook doen. Gaan we ook door willen doen. Dat wil ik wel. Ja, dit stukje hier. Even de vingers, het is een hele scherpe schaar. Lekker, hè? Ja. Oh. Oké, okay, en nu? Dat is echt lekker. Nee. Ja, dan kun je hem open doen. Dan mag je daar niet gaan. Ja, ja, kijk. Ah, wat grappig. Wacht even. Dit is dus al. Dit is dus gewoon al. Nou, hij past jou. Het masker. Het is jouw formaat, denk ik. Jawel, zo. Nou, maar dit moet ook omhoog. Dat is ook zo. Ja, ja. Oh. Wat grappig. Dit is dus gewoon van die hak. En dat elastiek stuk zit dus hierboven, waardoor die dus aanslaat. Ik vind dat best wel goed eigenlijk. Oké, maar dan gaan we kijken hoe we die bandjes eraan moeten maken. En dan moet hij nog achter je oren vast komen te zitten. Moet je weer dubbel vouwen? Met dubbel? Ja, even kijken hoor wat ze doet. Dan heb je dus de hak. En dan moet je hem dus zo vouwen. Hallo? Zo? Nee. Wacht, je hebt dus zo de sok. Dit was de sok. Je zat zeg maar de voet aan. En het vouw je dus dubbel. Dit is als een soort vrachtwagentje. Ja. En dan maak je hier een knipje in, maar niet helemaal. Dus tot de helft. Tot de helft. Oh. En ook, man, een beetje echt daar, hè? Aan de zijkant. Kijk. Dit. Maar hij moet nog wel iets verder, hoor. Nee, want dan ga ik er doorheen. Kijk maar. Zie je, dan ga ik er doorheen. Oh ja, ja. Oh ja. Oh, want je moet gaatjes maken. Ik snap hem nu wel om. Het is om gaatjes te maken. Maar mag ik hem eens even proberen? En dan kun je hem dan niet zo om je oren doen. Hebben we hem dan al? Volgens mij hebben we hem dan al. Nee! Nee? Moet er nog wat zeepapier bij. Zeepapier? Ja! Wow! Nu! 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 Maar kijk, dan moet je hebt nog hem wat zeepapier. Dan moet je nog wat zeepapier. Met zeepapier erin? Oké, okay, gaan we even zeepapier pakken. Ja? Wow. Zo, dan mag ik even zeepapier pakken. Kijk dan hoe mooi die staat. Dan doe je nog alleen met zeepel, dat hij echt goed dicht zit, dat je er geen corona-adem erin krijgt. Corona-adem. Oké, okay, moet je hem even afdoen? Ja. Zo, en dan moet je er zo wc-papier in doen. Nou, kijk, en nog een keer opdoen. Nog een keer dubbel? Ja, zo. Misschien heb ik dan iets te veel, of niet? Zo erin. Zo. Ah, oh, wat handig dit. Nou, ik vind dit een hele makkelijke al. Dit is hem. Ja. Dit is hem. Dit is hem. Zo. Ah, wat grappig dit. Het is corona time. Het is corona time, Sil. Kijk. Een zelfgemaakte mondkapje. Mooi, hè? Heb je net een sok gemaakt? Van een sok. Wat zit erin? Een wc-papiertje. Maar eens kijken, Lu. Zit hij echt helemaal goed dicht? Dit moet je over de neus doen. Die doen we zo over de neus. Kijk, dit zit dus helemaal dicht zo. Die zit dus helemaal over de neus. Zit hij op zich, omdat hier dat elastiek van die sok zit, zit hij best wel goed eigenlijk. Ik vind dat nou helemaal verkeerd. En het is super snel gemaakt. Ik heb niks hoeven naaien of gekke dingen hoeven doen. Nee. Nou, zullen we verder naar de volgende sok? Oké, okay, de volgende. Dit is een duim omhoog, hè, Lu? Oké, okay, we hebben er nog eentje gevonden. Namelijk eentje van een bouwmaak. En ik heb eigenlijk een kort t-shirt hebben, maar ik heb geen t-shirt waarvan ik denk die hoeft niet meer. Maar wel deze, die is een beetje volwassen en die is te klein. Dus deze ga ik de mouw kort knippen. En ik ga hem mooie los met je maken. En ik wil die graag wat maken met het deel 2 sok van net. Even kijken, we gaan de mouw er even afknippen. Dat moet dus een korte mouw zijn. Maak ik gewoon even een korte mouw. Dat zou een korte mouw zijn. Doe even hier. Langs het lijntje van de korte mouw eraf. Geen idee of dit gaat lukken, jongens. Zo. Dan heb je deze. Dit is dus het mouwtje. En dan leg je die open neer. Andersom, zo. Naar boven. Kijk, zo is het dan een beetje een vorm van een mondkapje. Zo. Zo, wel u? Ja. En dan, als ik hem dus zo op de tafel heb, ga je dus zijkantjes, die vouw je om. En dan maak je kleine knipjes, niet helemaal door, maar kleine knipjes in de zijkant van dat omgeslagen randje.
En dan, als je hem uitvouwt, heb je... Oh. Volgens mij heb ik iets niet goed gedaan. Ofwel. Ofwel, hier moet je hem erheen rijgen. Dan, ja, we gaan door. Dan heb je de andere kant nodig. De andere mouw nodig. Van je t-shirt. Pak ik hier ook even bij. En... Dan heb je namelijk de randjes nodig, twee van die randjes nodig, van die mouw. Dus knip je twee sliertjes van die mouw af. Kijk. Dan heb je hier dus twee sliertjes, voorzichtig hè? Je twee sliertjes hier. En die gaan dus zo meteen hier doorheen om achter die oren vast te doen. We gaan hem eerst even openknippen. Leon is ook creatief bezig. Maak hem eerst even open. Zo. En dan rijgen we die door dat opengeknipte knipjes. Hier, wat ik hier had, doorheen. Kijk. Dat is wel even een lekker werkje. Gaan we zo. Laten zien. Kijk, die kun je dus hier doorheen rijgen. Zo, dit is het. Ja, je kunt het niet goed zien met dit, maar dit zijn dus de knipjes. En die rijg je dus er zo doorheen. Zodat al die knipjes gevuld zijn met dat touwtje. Ik heb nu dus het draadje er doorheen geregen. Dat heb ik ook bij de andere kant gedaan. En dan weer aan elkaar geknoopt met knoopjes. En dan heb je dus, als het goed is, heb je dan weer een... Een mondkapje. Voor mam, waar is het kapje voor? Ja, weet ik ook niet. Misschien een beetje naar binnen slaan. Oh, dat denk ik ook. Zo. Wow. Nou, jongens. Nou, waar is het kapje? Dan moet ik zeggen dat ik denk dat deze niet helemaal, die andere overigens ook niet, maar deze nog minder goed is dan die ander. Denk je? Omdat hier natuurlijk gewoon heel veel binnen kwam. Maar het idee is leuk, jongens. Nou, maar ik vind deze wel goed geslaagd, hoor. Ja. Maar als je een beetje wc-papier in zit, dan denk ik dat het beter... Nou, ik vind het echt leuk. Mama. Ik denk dat als ik de supermarkt inga, dat ik deze ook maar weer op ga doen. Ja, en ik wil wel een keer eens met je meegaan. Ja, je kan zo wel mee met die mondkapje. Ja, hij ziet er wel echt mooi uit. Ondertussen dat ik bezig was met dat ene mondkapje, heeft Luan van het andere deel een shirtje gemaakt voor mama. Een nagelshirtje. Moet ik deze even aandoen? Ja, doe even aan. Echt waar? Oké, nou gaan we deze eventjes aandoen, hè? 1, 2, 3. Oh, Luan! Volgens mij is hij iets te kort uitgevallen, of niet? Ja, hij moest zo te zien. Ja, dat is superleuk. Nieuwe outfit. Mama, waar had je het? Bandje hier. Ja, maar dat is niet zo mooi staan. En dan nu nog het mondkapje erbij. Ja, bijpassend bij de outfit. Nou, tadaa. We zullen even eens kijken. Ik denk dat papa het wel mooi vindt. Ja. Ik denk inderdaad ook dat papa dit wel erg sexy vindt, jongen. Dit setje wat je voor mij hebt gemaakt. Mam, ga eens hier instappen. Ik weet iets wat niet zo voor mij is. Hier instappen. En hier. Ja. Kijk, dan hebben we dit, hè. Ja. Die doen we zo. Ja. Ah, kijk, dat is dan een stuk minder sexy. Zo. Ja. Dan... Ja, kijk, dat staat beter. Is dit beter? Ja, dit staat beter. Zo kan ik over straat? Ja, zo kan jij over straat. Ja? Wauw. Nou, fantastisch, jongen. Wil je alsjeblieft even laten aan? Als papa er is, wil je dan even laten zien? Dan mag je weer je eigen zetten. Papa die de hond uitlaten. Dus ik moet dit aanhouden totdat papa weer thuis is. Ja, dan mag je weer... Vind je het leuk van mama kleren maken? Ja! Papa, ik heb hier een heel mooi vrouwtje. Oh, dat is mooi. En papi heb ik zelf bedacht. Dat is mijn Jane. Jane in the jungle. Ja, zoiets, ja. Mooi, ja. Het is wel een beetje fris voor dat Jane-pak. Het is een beetje koud voor deze outfit, maar ik wil zeggen, hij is echt mooi. En papi, wist je dat ik hem zelf heb gemaakt? Ja, mooi, man. Geknipt. Heel mooi, hoor. Heel mooi. Nou, kom gauw weer naar binnen als we ons leuk geraast. Hé, we hebben mondkapjes gemaakt. Ja, dat vind ik wel mooi. En deze heeft een sok gemaakt. Een oude sokken. Oh, ja, oude sokken. Een oude sok van mama. En mam, heeft papa hier een
maar... Een handschoen, ja. Alleen de vingers zijn niet coronaproof. Nee, maar vind je hem mooi? Ik vind hem mooi. Alleen wel eventjes erbij zeggend, dit zijn natuurlijk geen officiële beschermdingetjes. Het is gewoon even voor fun mam, dit is dat wij dit maken. Ja. En Luan is er helemaal cool bij. Die vindt dat gewoon een coole gadget, hè? Dit is wel heel stoer natuurlijk. Heel mooi gemaakt. Ja, wat mag ik hem even bij jou doen? Hier, hou hem eens even vast. En jij bent degene die de meeste erop uitgaat. Dus dat staat dus weer het nieuws, dat ze adviseren niet in het weekend naar overvolle winkels te gaan. En ik ga dus waarschijnlijk weer, als er niemand is, net zoals sluitingstijd, s'avonds om 9 uur of zo. Ik vind het leuk! Nou, dan ga ik zo s'avonds. Ik vind het nou best wel grappig staan eigenlijk. Ja. Ja. Kijk, het is natuurlijk, officieel moet dit helemaal dicht zijn zo. En hier ook zo, dus het is echt niet een officieel ding. Maar, en het komt ook stoffen. Ik denk als ik s'avonds laat in de supermarkt ga, dat ze denken, oh, hij komt op de rol. Kom, chair them. Hands up. Geef me je seintjes. Of boodschappen. Boodschappen, ja. En Luxie staat weer bij de kassa te spelen, Luxie. Ja, bij je kassaatje, die vindt ze zo leuk. Ja, oh, eten. Allemaal eten in jouw kassa. In jouw winkeltje. Goed zo, liefie. Zo, nou, mama is even met Lucie in middagslaapje doen. Ik heb net zijn staartje wiepen, dat is een heel kleine roezelnet. Heb je een lekkere pyjama hangdag met Poeslimpin? Ja, kom maar, Wiske. Ik heb dat gewandeld met smart regent en rukwinden. Dus ik juist van stootjes. Ja, het is helemaal nat. Het is helemaal nat buiten. Hé, Lisella, papa heeft je pen gemaakt. Ik heb een aanstekkertje, zit aan het stroom. Ga eens kijken. Hey Pip, die pen weet wat voor plaatje Lucilla aanwijst. Hoe kan dat nou, Woeselen Pip? Hey, weet jij hoe dat kan, Silla? Hoe kan die pen nou zien dat dat een postbode is? Hey Lucilla, dat is wel een hele wijze voorleespen, hè? Ja, en hier kan je ook lezen. Ja, zo leren Luan dat ook stap voor stap, hè? Dat gaan we ook bij jou doen, hè? Waar staat het huis nummer 5? 5. En met hoeveel mensen zijn wij? En hoe oud is Lucilla? 5! Ja, een pupje, Ja. Lucilla is begrijpend aan het leren lezen. Met een voorleespen. Kijk eens, wat staat daar? Winkel. Daar is ons winkeltje. Kijk, en daar is Luan. Zo jongen, heb je boven even lekker gestudeerd? Ja. Hé, ik heb de pen gemaakt. Gaaf, hè? Ja, gaaf, ja. Daar begon jij ook mee te studeren. Gaat Lucilla doen? Doe die papa. Kijk, Luan kan alle verhalen dromen. Ondertussen dat Luxie even haar slaapje doet, zijn wij even lekker een spelletje aan het spelen met dit leuke bordspel. Mm-hmm. Dus een nieuw spelletje, dus we moeten er nog een beetje inkomen, maar het heeft te maken met verhaaltjes vertellen. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Kijk, en we hebben een lekkere stokjes erbij. Dus jongens, wie is er aan de beurt? Ik. In de minimutte, tien pong gutte, tien pong kaas. In de minimutte is de baas. Maar hij lag in het ziekenhuis. Drop, 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 eet maar lekker op. Pop, op, pop. Helemaal. Pop, 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 pop. Hey, zullen we gewoon doen dat de jongste mag beginnen? Ja, ik ben de jongste. Ik ben de jongste. Mag jij beginnen? Dan mag jij een kaartje pakken, Lucilla. En dan mag jij gaan vertellen een woordje of een klein zinnetje die bij dat plaatje past. Het ruikt lekker. Oké. Okay. En je kan een krans mee maken. Dan heb ik hier een kaart en Luan heeft daar een kaart. Waarvan ik denk van oké, dat zou wel kunnen zijn. Dan leggen we die hier zo neer. Geef maar aan Luan of aan Lucilla. Jo, wat is het ook alweer? We zullen niet laten zien, jouw kaart. Wat ze zei, ja? Deze mag jij, hou maar vast. Ik zei, het ruikt lekker. Je kan het plukken, je kan een krans mee maken. Oké, dan mag Lucilla de rest even wegleggen. Deze mag je gaan schudden. Nee, niet laten zien, dan moet je die andere wegleggen. Zet ze maar op de kop op de tafel. Ja. Goed, gaan schudden. Ja, schudden. En dan mag je ze op de tafel leggen, dat wij het allemaal kunnen zien. En
niet vertellen welke van jou is. Oké. Luan en mama gaan nu kijken of wij 1, 2 of 3 denken dat die van jou is. Dus wij moeten raden welke kaart, over welke kaart jij het had. Ik denk, ik was rood, hè? Ja, ik denk dat het kaart nummer 3 is. Nou, Luan. Welke kaart zou Lucilla het hebben? 2. Jij denkt 2. Oké, Lucilla, vertel maar. Welke was jouw kaart? De middelste. Die heeft Luan hem. Goed. Hartstikke goed. Kijk, en dan kun je met jouw konijntje, kan jij dan hier op het spelbord weer eentje vooruit. Doe maar, zet hem maar vooruit. Dit is een leuk spel. Ja, leuk spelletje, hè? Mag ik een papieren lijntje voor me maken? Ja. Nou. Wij spelen hier even door. Hebben jullie zin om als avondeten gebakken ei te eten? Ja. En we hebben nog een klikje Chinees. Van gisteren hebben we nog over. Kijk, dus papa gaat deze 5 eieren in deze grote pan bakken. En het lekkere Chinese rijst. Bami met groenten. Chap choy. En fuyonghai. En dit. Ja, een lekkere poepoek is op. Dat hebben jullie gisteren allemaal opgeknapt. Vanavond als jullie in bad gaan, dan ga ik de boodschappen roven in de supermarkt met mijn mondkapje. Ja. Nee. Ja. Iedereen denkt dat ik de supermarkt kom overvallen. Sorry, hands up. Kijk eens hoe uitgebreid papa heeft gekookt. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Tot morgen. Voeg je hart, boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee.